lijkt of ik, lijkt soms of ik, lijkt of ik altijd. Lijkt of ik, lijkt soms of ik altijd weer met mijn rug naar het vuurwerk sta. Ja, ik verwacht een feestelijke middag. Een bijzondere middag ook, want we doen het in de kleine popzaal van het Ziggo Dome in Amsterdam. En daar kunnen normaal 800 mensen in. Bij ons zitten er 600 ongeveer in. Dat maakt het heel intiem. En je zal het straks ook zien, het publiek staat bijna rondom de band, rondom Agda en de Munnik. En dat maakt het heel sfeervol. Dus ik verwacht wel een hele mooie, sfeervolle middag. Wat Thomas en Paul bijzonder maakt? Nou, ik vind dat ze echt een eigen plek hebben binnen het Nederlandstalige muziekspectrum. Ze hebben goede teksten, goede samenzang, mooie composities. En ze springen er wat dat betreft echt uit, vind ik. Ik ben langzaam lief, maar ik ben niet gek en ik ben hiervoor. Ik verwacht een heel bijzonder concert. Met name natuurlijk vanwege de zindering die je nu al in de zaal voelt. De kaarten voor dit concert waren exclusief via Radio 2 te winnen. En ik denk dat we Club Ziggo wel 5 keer uit hadden kunnen verkopen. Want de fans zijn dol enthousiast. En daar gaat het natuurlijk om. Al jarenlang maken Agda en de Munnik fantastische liedjes. Weten ze mensen te raken met hun teksten. En vanmiddag mogen ze even op een voetstuk staan. En dat verdienen ze. Je kunt ook nooit eens even rustig op een voetstuk staan. Je staat net rustig op je sokkel, of daar komt het volk al aan. Ja, het zijn hele mooie teksten die je echt raken en waar je echt van gaat nadenken. En dat vind ik altijd wel leuk in een songtekst. Je kunt nooit eens even rustig op een voetstuk staan. Ik denk dat zij al 20 jaar lang uitblinken in de combinatie die zij doen, de humor en de goede muziek. En dat weten te smelten tot een echt herkenbaar ding. En knap, bewonder ik heel erg. En dat door 2 vrienden al zo lang, ja, dat maakt het allemaal wel heel gaaf. Even rustig op een voetstuk staan. Nee, het voelt niet als 20 jaar. Als ik Thomas de grijze haren zie, wel opeens thuis. Ik ben 40 jaar in het vak. Ik ben echt vakvrouw, ben ik. Maar ik verwacht dat we een uur lang liedjes gaan spelen. Spetterend optreden. En ik denk dat we een prijs gaan krijgen. Dat denk ik. Mooie uitgevoud. Je kunt ook nooit eens even rustig op een voetstuk staan. Je was de eerste.